Zo, welkom terug voor een volgende oefening, waarbij we nog een aantal queries gaan maken, steeds volgens hetzelfde principe. Dus in dit geval op het bestand export.e.akdb. We gaan een query maken waarbij je per groep, en dat vind je in de tabel regions, per productcode uit de tabel export, voor de unit kilogram het gemiddelde van quantity gaat halen. Dus we hebben nodig groep, productcode, unit en quantity. En dan gaan we nog een beperking doen op die productcodes. Dus we gaan even naar access overschakelen. We gaan de juiste database openen. Dat is deze export E. Openen die. Het kan zijn dat wanneer je een database opent, dat hij in een andere view staat dan je gewoon bent. In dit geval opent hij eigenlijk de forms, maar zijn er geen. Dus ik kan eventjes naar de tabellen overschakelen. We kijken ook weer even naar de tabellen. Dit is tabel export. We zien hier jaar, productcode, unit. Dat zijn die velden die we nodig hadden. We hebben dan nog de productnaam en de regions, verschillende regio's hier aanwezig. We kunnen ook weer even gaan kijken naar de relaties. Nu, in deze databanken zijn er nog geen relaties tussen de tabellen gelegd. Normaliter zorgen we ervoor dat we altijd met een correct genormaliseerde databank werken waar ook de juiste relaties in aangebracht zijn. Dat is hier niet het geval, dus we moeten dat zelf een beetje raden. Dus ik neem aan dat deze productcode daarbij kan aansluiten en dat dan deze region hier kan aansluiten. Nu, als je dat eigenlijk op een goede manier wil doen en ik stel voor dat we dat eigenlijk eens doen in dit voorbeeld. Dat gaat ons veel werk besparen. Is natuurlijk dat je zorgt dat in die tabellen reeds de juiste relaties gelegd zijn. Dus ik ga eventjes in mijn tabel products. Ik ga naar home. Ik ga naar design view. En ik ga zorgen dat die productcode, dat hier wel degelijk de primary key is van deze tabel. We zullen het wel merken, indien er dubbels zouden verschijnen, komt die dat wel zeggen, maar ik ga dat zo even aanbrengen. Hetzelfde voor mijn regions. Ik ga even naar design, dan zien we dat ook nog even terug. En hier zou de key, dat veldje region, moeten zijn. Gaan we ook even aanbrengen. En dat lijkt allemaal te lukken. Nu, mijn exporttabel, die heeft eigenlijk geen ID. We zouden er een kunnen aan toevoegen. Maar goed, dat heb ik nu niet dadelijk nodig. Wat ik dus wel nu kan gaan doen, dat is in mijn relationships toch de... Nu ga ik telkens een duidelijke key zien, die ik kan gaan verbinden met een veld in mijn doeltabel en kan ik dus een relatie gaan leggen. Ik ga hier nu natuurlijk niet mijn integriteit en zo aanzetten, omdat ik eigenlijk helemaal niet goed weet of deze databank goed genormaliseerd is, maar we hopen dat dat allemaal goed loopt. Dus nu hebben we tenminste een schema dat correct is. We gaan dat sluiten. En we gaan dan ook dadelijk zien dat als ik nu queries ga maken, via Create Query Design, dat het toch een stuk eenvoudiger gaat lopen. Nu, wat was de vraag hier? Uit de tabel Regions gaan we nu per groep de productcode, unit en quantity hebben.
Dus ik neem de tabel Regions, ik neem de tabel Exports. U ziet hier in mijn tabel Regions, en nu zie je meteen dat de relatie er al ligt, hè, dat ik die niet meer hier in de query moet gaan aanbrengen. Nu kan ik hier mijn veldje groep selecteren, per groep, en dan mijn productcode, mijn unit en mijn quantity. En dan wouden we daar op selecteren. Het moet de unit kilogram zijn. En we gaan dan in de productcodes zetten groter of gelijk dan aan 200 en kleiner dan 300. Oké, we gaan even doen. Dus mijn unit moet gelijk zijn aan kilogram. En mijn productcode, we kunnen dat eens even testen, hè, wat dat al geeft. Dus ik doe kleine run, dan heb ik hier de unit kilogram, een quantity, productcodes en mijn groep. Ik ga even terug. Nu, dit wou ik selecteren op groter dan of gelijk aan 200. En kleiner dan 300. Dat was het idee. Krijg ik dit. En nu krijgen we natuurlijk groep, productcode, unit en quantity. Maar je ziet hier dat ik hier... we gaan eens even kijken of dit tot dubbels leidt. Ja, West-Java, zie je. 230, 230. Dus in feite heb ik nu dubbele rijen. Het zou dus logischer zijn dat ik zeg, oké, ik maak de som van dat totaal. Dus ik ga nu hier op de summary function klikken. Sigma. Dan krijg ik hier mijn totalen. Dus ik ga nu groeperen op groep, op productcode en op unit. En natuurlijk van de quantity ga ik eigenlijk de som maken. Dus ga ik hier de som selecteren. Oké, wij voeren dat uit. En dan krijgen we hier deze 6 records. En dit kunnen we dan weer opslaan als vraag 1. En sluiten. We gaan dan eens kijken naar een tweede vraag. Een query met per product, per jaar, de som van quantity. Je ziet, dit is vrij gelijkaardig. Dit keer gaan we uit de tabel producten het product halen, per jaar de som van quantity. En dan voor de jaren groter dan 1920. Dus we gaan weer naar query design. We voegen products toe, we voegen export toe. Doordat ik de relatie al gelegd had in de database waar het hoort, komt dat hier meteen juist. Dus ik heb ze gekoppeld op productcode. En nu kan ik hier per product per jaar de som van mijn quantity nemen. En voor de jaren groter dan 1920, dus bij jaar kan ik nog zeggen groter dan 1920. Even kijken of dit klopt. Dan krijg ik hier wel heel wat. En ik krijg hier natuurlijk ook weer dubbele rijen. Dus die ga ik samentellen. Ik ga hier een totals nemen.
En dan kan ik hier de som nemen van quantity per product per jaar. En dan krijgen we deze reeks. We verifiëren even of dit zo is. Klopt. En u weet, ik toon het er nog eventjes bij, dat je de titels van die output perfect kan aanpassen. Hè, door in je query bijvoorbeeld te zeggen, kijk, ik ga dat even in het Nederlands zetten. Ik zet daar jaardubbelpunt en hier zet ik bijvoorbeeld som van aantal van hoeveelheid. En dan krijg je eigenlijk je tabel zo. En dit kunnen we ook weer gaan opslaan als vraag 2. Oké, en we sluiten dit. Tot hier deze tweede reeks oefeningen.